PMV was de allereerste institutionele investeerder die ons echt vertrouwde. Toen we nog 3 studenten waren. En ondertussen hebben we 12 miljoen opgehaald. Maar PMV was er eigenlijk al vanaf het begin. Dus die conviction was super, super belangrijk. En het tweede is eigenlijk de lange termijn visie. Waar dat sommige investeerders fondscyclusen hebben en op een bepaald punt er terug uit willen. Dat bij PMV eigenlijk die horizon nog een stuk langer is, wat toch voor stabiliteit zorgt. Zonder PMV hadden wij niet kunnen beginnen. Zij hebben in ons geloofd voor de aanvang, voordat er eender wat gebeurd was. En dankzij het geld dat wij van hen hebben kunnen lenen, hebben wij kunnen opstarten. Well, PMV heeft getoond dat ze bij het selecteren of bij het spreken over mogelijke investeringen, dat ze ons dossier heel goed begrepen hebben. Dus we zitten in een specifieke markt, enterprise software, en dan specifiek in data en analytics. En om dan te merken dat je met een aantal gesprekken toch echt heel diep kan gaan in een dossier, dat ze ons product heel goed begrijpen, dat ze de juiste vragen stellen over onze markt, dat schept heel veel vertrouwen in een mogelijke samenwerking en om zo'n partij aan boord te halen in de boards van onze start-up. Maar ik denk een grote toegevoegde waarde voor ons van PMV is dat op het moment dat veel andere investeerders nog niet aandurfden om te investeren in innovatief bedrijf als wij in de hardware sector, dat PMV er wel al voor ons stond om volop mee te gaan in onze ambities en ons op die manier te ondersteunen. Voor ons was PMV de volgende logische stap na de start-up coach. Werden wij heel sterk gecoacht door PMV, door onze begeleider. Als naïeve ondernemer, jong en onwetend. En komt geen eens in een bedrijf met een kwalitatief bedrijf. PMV is een kwaliteitslabel voor ons. Ik vind dat PMV ons fantastisch goed challenged. Als jong bedrijf dat nieuw is in de ondernemerswereld, zorgen zij toch wel voor professionalisering. Ze zijn een bullshitmeter. Ze challengen ons op de juiste manier door vragen te stellen die wij onszelf niet altijd automatisch zelf zullen stellen, maar ook binnen een duidelijk kader. En ze gaan door tot in de details. Hè, van hoe zie je dat net, die internationalisering? Waar wil je dat gaan doen? Met welk kapitaal? Hoe strategisch wil je dat aanpakken? Met de mensen die we willen aannemen? B2C, B2B, hoe wil je dat opsplitsen? Dus echt heel veel dingen die ze naar ons gooien, waardoor dat wij zelf kunnen deriveren wat eigenlijk het belangrijkste is. Qua kennis dan natuurlijk, maar ook wel daarnaast financiële daadkracht is ook belangrijk als onderneming. En dus het is heel fijn dat Participatiemaatschappij Vlaanderen, de Vlaamse overheid, investeert ook in de bedrijven in Vlaanderen, in Odette Lunet.